De schildering van het muurgedicht Uit het oog van Toon Tellegen aan de achterwand van Boekhandel aan de A is een prooi geraakt aan noodzakelijke vernietiging. Wij hebben hier dat gedicht 6 jaar geleden op de muur aangebracht. Heeft Freddy Hoevers gedaan. En wij werden compleet verrast dat het zover is dat er eigenlijk al niks meer van het gedicht te zien is. We zijn niet op de hoogte gebracht. We wisten natuurlijk uiteraard, is het ons verteld dat hij hier op den duur wel gebouwd zou worden. Niet op welke termijn. Maar het was toch wel zo fatsoenlijk geweest om even de Stichting Muurgedichten te benaderen van, nou, we zijn dat en dat van plan en we willen eigenlijk op, nou ja, dit gedicht afhalen, want hier wordt gebouwd. Maar daar wisten we dus niks van. Dat was een complete verrassing. Nou, ik vind het ontzettend jammer dat dit muurgedicht is afgebroken. Ik schrok er zelf een beetje van toen ik het zag. Het is een ontzettend mooi gedicht van Toon Tellegen. Het heet Uit het oog. Nou, het gaat nu ook echt uit het oog. En ik vind het een prachtig project dat we in Almelo zoveel muurgedichten ook hebben. Ik heb ze allemaal bekeken en allemaal gefotografeerd. Ja, ik geniet er altijd erg van. Nou, en dat deze onverwacht verdwijnt, dat vind ik ontzettend zonde. Het is heel zonde, want het is een van de mooiste gedichten qua uitvoering ook die hier in Almelo te vinden zijn van onze muurgedichten. En ja, Freddy Hoevers is zelfs nog genomineerd voor de Stadsprijs hiervoor, een aantal jaren geleden. Dus ja, dan gaat een kunstwerk weg, dan gaat een mooi gedicht weg. En dat hadden we wel verwacht. Maar zeg dat dan even fatsoenlijk, praat met ons. Bied ons eventueel een andere muur aan, hè, degene die dit gedaan heeft. Om dit gedicht weer ergens anders te plaatsen. Want ja, je bent gauw 2.500 euro kwijt voor zo'n geval. En het is bovendien, moet ik even zeggen, Toon Tellegen heeft dit gedicht gemaakt. En Toon Tellegen, die wordt morgen 80 jaar. Hij weet hier niet van, maar dat zou natuurlijk mooi zijn als wij te horen krijgen binnenkort van, nou, er komt een andere plek. En dat wordt dan gesubsidieerd door degene die dit mooi afgebroken heeft. Ja, het is zo als donderslag bij heldere hemel, voetzie. Net een soort Trivioli Fontein van Almelo. Ja, het is, we wisten wel dat het geen eeuwig leven had hier op deze plek, maar dit is wel heel kort door de bocht. Dus jammer. Gewoon, ik ben niet kwaad, maar ik vind het wel bijzonder jammer. Het was wel een blikvanger voor de binnenstad. We hebben de foto's nog.